Doe ik ook gelijk even opnemen. Zo. Oh. Hij loopt even vast bij mij. Chat. I appreciate it als je erbij bent. Kom gezellig in mijn chat. En praat gewoon gezellig met elkaar in mijn chat. Zou ik leuk vinden. Ja, kijken. Oh, hij laat. Top. Dit is trouwens ook hoe heet dat voor YouTube? Dan weten jullie het alvast. Mag ook hoe heet dat, koffie, maar dat heb ik. Oh wel. Ik dacht dat ik geen koffie had. Wat is? Koude koffie. Maar wel lekker. Soort van. Dan weten jullie het ook alvast. Want dit is Better Minecraft. Het is eigenlijk gewoon een modpack. Dan weten jullie het ook alvast. Oh nee, nee, nee. Dit doen we niet. Het is niet met wit beeld. Nee. Nee, niet zo doen. Nou. Ah. Top. Ja. En dit is mijn base. Want even een kleine uitleg. Het is voor YouTube en ik heb al een base gebouwd in deze wereld. En smash like. Oh ja, jullie kunnen het ook zien. Ik kan ook gewoon. Dus ook gewoon in mijn hand houden. En ga ik ook even minen voor. Zo'n kool bijvoorbeeld. Ik kan trouwens niet heel erg veel dingen bouwen nog. En ik hak even wat koolafval voor later. En ja, ik neem het gewoon gezellig voor YouTube op. En dit is trouwens ook allemaal live gebeurd
op twitch.tv/kanijrot. Link in de beschrijving. Ik ga niet echt een volledige... weet je dat? Serie van maken. Gewoon eens in zoveel tijd gewoon een aflevering van Better Minecraft. Ja. Ik heb geen bel meer. Irritant. Ja. Niet base. Oké. En even een oven maken. Zo. Ja. Ik maak even gelijk een stone axe. Zo. Hier doe ik even wat in. Yo. Gazellehoorn, nice. Oh ja, ik heb nog geen iron, hè? Jettig. Maar ja. Wat je wel in Minecraft hebt, is dat bomen heel snel en gemakkelijk gehakt kunnen worden. Nu bij een eilandengroepje. Maar ik ga een base weer in. Oh ja, ik moet deze dingen ook nog steeds weghalen. Maar ik weet niet meer waarvan ik mijn stairs beneden had gemaakt.
Oeps. Mechanic. Okay. En die houdt het dus niet meer. Heb iets van vlees bij me wat ik kan koken? Nee. Maar wat ik wel kan doen is buiten een klein farmpje maken. Was die. Zo, even een vormpje maken alvast. Ja, het mooie is, heel wat planten wat je in deze dingen hebt, is namelijk seizoensgebonden. En dat houdt in dat bijvoorbeeld bepaalde planten alleen maar in een bepaald seizoen groeien. En ik ga ook, hoe heet dat, gewoon een farm hier zo maken. Dan ga ik ook hier zo base blijven. Ik moet ook nog een weg naar mijn huis maken. Maar ja. Zo. En dan pak ik even mijn seeds alvast. Dan ga ik even alvast wat planten. Even wat farmen hier. Zo. Stal, daar kan ik dus geen. Hoe heet dat? Oké, dit is al goed genoeg. Naar Acacia, yes. Oké, top. Ik moet nog even wat meer Acacia fixen. Want ik wil een grotere gekke halen met chests uit mijn base. Gewoon puur om hier zo wat chests neer te kunnen plaatsen. Oh.
Hier komen alle spullen even in. Voor nu. Oh, deze niet. Ja, deze kunnen we er echt in. Deze moet ik even meenemen. En zo. En nog eens. Zo. There we go. Speelt gewoon wel alleen hier op de in deze wereld, want ja, je kon het al zien dat het een solo wereld is. En hey, map. Oh ja, en jullie kunnen ook zien waar ik allemaal ben geweest. Choose an option. Home. Confirm. TP here. Yep. Stop. And dit gedeelte van het eilandje had ik nog niet onderzocht. Maar waar ik ga focussen bij mijn base en eiland is eigenlijk dat ik ja hier wil gaan verblijven. Ik denk dat ik nog uiteindelijk al mijn spul wat ik heb wil gaan verhuizen op een gegeven moment. En kijk, hier wil ik dan een kleine ingang maken alvast naar een mijn. En ja, ik weet nog niet hoe lang ik vandaag live wil gaan. Oh ja, ik zal jullie nog trouwens wat laten zien in Pokémon Go. Want ik laat het jullie wel even zien. Oh, ik ben trouwens al een half uur live. Want dit komt trouwens even tussendoor. Niet voor Minecraft of zo. Maar als jullie even geduld hebben. Even trouwens nog wat eten. Beetje hard, deze peer.
En wat ik trouwens in de vorige stream had gezegd, is dat mijn broer deugt niet thuis is. Dit zullen jullie trouwens leuk vinden. En ja, ik heb Nebby. Dit heb ik trouwens echt zelf gevangen. Maar ja, weer terug naar. Serieus. Maar ja. Dit gaat wel even lang duren. En dan zeg ik nog maar één ding. En dat is abonneer. En join up misschien.